Oh, wauw. Vandaag bezoeken we een groot verlaten huis dat van een advocaat is geweest. Dit terrein is immens groot. En eenmaal binnen aangekomen vinden we allemaal briefjes met Franse teksten erop. We hebben het gevoel dat we niet alleen zijn. Voor mij is het hier prachtig. Hallo? Tijd om bij dit grote advocatenkantoor een ingang te zoeken. Als je zo hier die bosjes in gaat, dan ben je uit zicht. Dan kunnen we rustig over het hekje klimmen. Kijk, hier zo kun je er zo onder. Mogelijk kunnen we via de bosjes naar binnen. Hier blijkt echter geen ingang te zijn, dus gaan we op zoek naar een andere plek. Hier kunnen we gelukkig wel naar binnen. En op één plek is de puntweg, waardoor we gemakkelijk naar binnen kunnen. Hopelijk zijn we nu binnen op het terrein. Oh ja, prikkeldraad. Dan moeten we uitkijken dat je die bovenkant niet in je gezicht krijgt. Ja, dat is niet zo'n lekker gevoel. Oh, en die onderhoek prikkeldraad. Ga jij eerst, zal ik eerst gaan. Nou, daarboven zit dus prikkeldraad. Ik ga kijken naar een andere ingang. Huh? Er moet een andere ingang zijn. Hoezo? Dit is de lijp. Dit is de lijp. Dit is de lijp. Ik ga erin. Hier is ook prikkeldraad onder. Ja, kijk uit. Het is gewoon een kwestie van dit. En dan naar beneden. Kijk zo. Kijk uit. Er is ook onderlangs. Zit ik er al onder? Nee, yes, nee. Die tas zit vast. Oh. Nee, ik zit ook in mijn kont. Ah. Oh. Zit hier heel rit. Moet je hier uitkijken. Je er niet op gaat zitten. Luc heeft inmiddels ook een plek gevonden waar hij er makkelijker overheen kan. En als hij zo eenmaal binnen is, kan het spannende avontuur beginnen. Op dit terrein staan allemaal verschillende gebouwen. En dit is vroeger iets van een advocatenkantoor geweest. Een huis van een grote advocaat. En hier achter mij zie je al die huizen al staan. Er is alleen een kleine kans dat er zwervers in zitten. Daar moeten we wel een beetje voor uitkijken. Snel lopen we langs het hek aan de voorkant en kijken we of het gebouw aan de zijkant het gebouw is dat we zoeken. Eén voordeel, we kunnen ze niet verstaan als ze dat zeggen. 10 kilometer. 10 kilometer, daar hebben we aardig doorgelopen. Lijkt dat er een nieuw vlot op zit. Even tussendoor kijken. Er staan verschillende auto's in de tuin. Mogelijk dat hier achter het huis van de advocaat ligt. Aan die kant staan verschillende auto's in de tuin. Kijken waar ingang is. Ik denk verder nog. Is het niet een huis daarachter? Ja, het kan van alles zijn. Laten we daar maar eerst heen lopen. Ik besluit even op de kaart te kijken. Bij het stipje onderin zijn we binnengekomen en inmiddels staan we hier aan de zijkant. Maar ik vermoed dat het advocatenkantoor meer naar boven ligt. Zal ik even snel kijken waar het stipje staat? En als ik dan nog een keer goed op mijn map kijk, zie ik dat het stipje bovenin staat. Op een supergroot gebouw. Oh, wauw. Ja, dat moet het zijn. Dat moet het zijn. En dit hoort er ook allemaal bij. Maar daarachter zie je waar we voor komen. Dit is gaaf, zeg. En langzaamaan komt het gebouw steeds meer in beeld en wordt het groter en groter. Ik ben zo benieuwd wat hier allemaal binnen is. Je hebt ook een pad. En dat gaat naar dat huis toe. Daar is toch geen raam in? Nee, het is een heel groot terrein. Maar laten we eerst bij dit huis kijken. Tot nu toe zie ik nog geen daklozen. Kleine bijgebouwtjes daar. Maar wat een prachtig gebouw. We hoorden nu al iets beneden. Dit is niet heel stevig meer. Er hangt een briefje. Ach. Daar. Oude pooltafel. Wat hangt er op dat briefje? Attention. Even, ja, je kan hem vertalen, toch? Ja, ik ga even kijken wat er staat. Ik besluit om de tekst via mijn telefoon te gaan vertalen, omdat ik totaal geen Frans spreek. Par. S. Denk je, kijk uit, de trappen zakt in elkaar. Als u naar boven wilt gaan, zijn de roltrappen geasfalteerd. Luc? Hey, volgens mij is het hier in 80. Hallo?
staat een briefje. Ja, maar als je erop schijnt, kan ik het even lezen. Kijk, misschien kan ik het zo vertalen. En deze keer probeer ik de vertaling rechtstreeks te doen vanaf de tekst. Hallo? Hallo. Ineens een stem aan de andere kant. Dit had ik niet verwacht. Hallo? Wie zit er achter deze deur? Niet openen. Ja. En ineens zit daar iemand op bed. Met een klein lampje aan. Hier woont dus wel degelijk iemand. Have a good day. Bye. Bye bye. Hij had gewoon stroom. Hij zit daar in een kamer. Ja, goed. Ja, wel chill. Laten we even boven kijken. Ja, toch? Kijk hier. Ja, maar er was iets met asfalt of zo, zei hij. Daar heeft hij allemaal opgehangen, hè? Goeie kerel. Mm-hmm. Ja, dit is inderdaad heel erg stevig. Zal ik eerst voorzichtig even gaan? Nee. Oh, hier gaat hij helemaal los. Ja, dan moet je nou even doorlopen. Deze trap zit nog maar op één punt vast. En dat maakt het super gevaarlijk om hier naar boven te lopen. Als jij boven bent, moet je even zeggen, dan loop ik even. Ja, ik ben ook onderweg. Voorzichtig loop ik ook naar boven in de hoop dat de trap mij ook houdt. Heb je net gezien? Die trap zit helemaal los. Ja. Oh, hier zit wel echt gaten in de vloer, hoor. Ja? Ja, niet zuinig. Oh ja. Wat een mooi oud bad. Kijk dan, al die kleine schoentjes. Van bergschoenen. Normale schoenen, pantoffeltjes. Kijk dat arme hondje er liggen. Ik loop niet te ver deze kamer in. Nee? Nee. Oh ja. Nee, gooi ik mij even in de wasbak. Anders zijn we beneden. Ja. Dus iemand heeft daar ontzettend hard lopen schijten. Ja. Niet horen. En het de Chinees die die gegeten heeft, die was net iets te zwaar gevallen. Dus ik kijk uit. Ja, kijk uit. Oeh, nu het zegt. Hier is inderdaad vrij weinig vloer over. Mooi dat glas en lood ook. Dit is ook niet stevig. Nee, ik ga even wachten tot jij verder met hieronder ligt hij ook, hè? Het is wel een hele aparte slaapkamer dit trouwens. Een mooi apart bed. Een immense tuin dit. En dit was een kast. En daarin zat... Oh, ik dacht dat er een wc in zat. Ja, misschien zat dat er wel, want er zat ook licht in. En dat in je slaapkamer. En een brief. Ja, het zal misschien een advocaat iets zijn van 85, 16, 8, 85. Is het? Ja, het is gewoon poep. Al die boeken hier. Hij is advocaat geweest, dus er moeten ook allemaal advocatenboeken tussen liggen. Terwijl hier een klein stukje boven ons op het cel het regen tikt. En dit gebouw steeds meer begint in te storten. Ga ik wel even kijken of het licht werkt. Nee, wat gek. En daar moet je sowieso niet staan. Ik ga maar hier naar boven. Ik zal hier een beetje blijven hangen. Als jij beneden bent. En dat ligt helemaal los. En onze traptreden is ontbreken. Ja. Het leunt nergens meer op. De onderste treden liggen helemaal los, dus hier moeten we super voorzichtig doen. De grote zitkamer. En hier de poolkamer. Waar misschien vroeger mooi glas in heeft gezeten, maar nu met hout is afgemaakt. En het hier naar binnen regent. Ja, is goed. Mooie plaatsspeler. Het is niet normaal hoe hard het nu regent buiten. Ze blijven voorlopig even binnen. Er is ook nog een beneden. Oeh, dat is gemaakt met deuren? Ja, het is gemaakt met deuren. Ga er eens voorzichtig op lopen. Als je hier kijkt, links, kijk eens.
Oh, dat leunt nergens op. Ik weet ook niet hoe stevig dit is. Kijk dan. Er zit hier dus een tree. Ja. En die gaat helemaal heen en weer. Maar er zit wel een verdieping onder. En dan wil ik toch eigenlijk wel even kijken. Even denken, als ik hier op ga staan, kan jij dan een klein stukje op die deur en mij die camera weer aangeven? Ik sta nu op die deur, maar kijk, deze tree, die beweegt dus alle kanten op. Het is heel diep. En ik kan me nu niet meer vasthouden. Nee. Oh, grappig dan. Oeh, kijk dit. Nee. Ik ben er. Ik ga even beneden kijken. Ja, mooi. En je ziet ook dat die trap aan het vergaan is. Luc, blijf jij boven? Ik ga een andere inweg zoeken. Andere inweg? Ja, ik denk niet dat hij er is hoor. Nee? Nee. Ik ga even kijken. Ja. Ja, dat meen je niet. Je kan gewoon daar naar binnen. Ben ik met gevaar voor eigen leven van deze trap afgegaan? Die nog een metertje of 3-4 is. Want hieronder loopt het gelijk door naar de kelder. Dus had ik daar zelfs ingevallen, is er aan deze kant ook een ingang waar Luc zelfs nu al binnenkomt. Ik had ook gewoon zo kunnen lopen. Oh, hier heb je de woonkamer. Oh, een piano. Hier, Fortisbank 2001. Hier, dit is 2009. Het schriftje. Maar hoe eng zal dit 's nachts zijn als je hier bent? De kans op dat er steeds mensen binnenkomen. Ja. Hoe zou het zijn voor hem? Een volledige piano. Een volledige piano? Jazeker. Oh, daar ja. En licht. Maar waarom hebben ze zoveel eten en drinken gekocht en dat soort dingen in plaats van dat hij een advocaat is? Deze man is advocaat en ik zie alleen maar dingen van de Sligro bij wijze van spreken. Mag ik een stukje spelen? Ja. Maar toen. Die man heeft hier waarschijnlijk gezeten. Met hier achter zijn kantoor. En dan hier zat hij achter de piano. Een beetje spelen. We moeten er wel een klein beetje uitkijken, want er zitten natuurlijk wel buren om het terrein heen. Ze zijn gelukkig wel ver weg, dus die horen dit niet. Denk ik. Of toch wel. Die klonk wel ja, heel armoedig. Er zit er iemand in die piano die op een plant slaat. Ja. Ja. Luc, vind je het leuk? Ik vind het leuk. De stemming zit erin. Ja, het is toch niet mijn stemming. Bibi Soriadis is omdraaien zich af, denk ik. En die is toch niet dood? Oh. Even kijken of ik nog even de gevoelige snaar kan raken. En toen ging hij dood. Oké, laten we nu een beetje uitkijken voordat echt straks de hele buurt het hoort. Maar dit was zijn kantoor, hè? Maar hij was advocaat, toch? Waarom liggen hier allemaal inkoopfacturen? Wat kocht hij in als advocaat? Er advocaatjes in. Van die gele dingen die bejaarden altijd eten. Ah. Oh. Ik snap het. Ik zag ook nog een keuken hier. Daar zo. Recht tegenover je. Wat hoor ik? Zeg jij als een reggae band of zo? Ik hoor iets. Ze gaan koken zijn boven. Ik zie het al. Lachen. Er is hier een waterleiding gesprongen. Het is geen reggae band. Langzaamaan loopt die hele kelder onder water. Het is wel lekker koud hier. Ja. Op naar boven.
Maar wat is dit dan? Een hele oude keuken daar. En dan hier een telefoon waarmee je naar verschillende kamers kon bellen. Zie je al drie opties die je kon bellen. Met een scherm. Misschien dat ze de intercom daarmee konden bedienen. En dan hier een boek. Is het een boek? Oh, dit is wel een financiënboek. Een... Le Zuin de Le Zuin België. Geen idee wat het is. Hallo, mag ik jou? Ja, daar was ik bijna ingevallen. Oh ja. Die kelder viel ik bijna in naar beneden door die trap. Het lijkt wel later bijgebouwd of zo. Zie je, dit is het echte huis. Ja. Met een balkon hier en dan hebben ze toen dit later bijgebouwd als bijgebouwtje. Zullen we de tweede kelder gaan bezoeken? Is er een tweede kelder? Oh ja, dat heb ik net gezegd. Ja. Oh, ben ik over deze deur gelopen? Je bent over deze deur gelopen. Nou, dat is helemaal niet stevig. Nee, wou ik zeggen. Dat is niet zo slim. Hoe denk je dat ik daar overheen zou kunnen gaan? Ja, niet. Dankjewel, man. Sorry. Ja, gewoon heel makkelijk. Ja, hier was ik bijna zo naar beneden gevallen. Normaal. Hierboven heeft ooit een trap gezeten. Daar liep ik daarboven. En dan hier is de kelder. De wijnkelder. De wijnkelder, lekker. De wijnkelder. Daar zeg ik geen chardonnay tegen. Misschien... Oh. Misschien zit er wel een heel goed jaar tussen. Ja. Yeah. Ik ben meer van een troelenblevelierbjel. Oh, er ligt echt nog wijn. Het is wel groot, zeg. Oh, allemaal spinnen hier. Waarom leggen ze eigenlijk lege flessen allemaal... Oh, er liggen daar nog wel volle flessen. Drie. Nee, daar is niks van. Maar waarom legt hij allemaal lege flessen in je kelder? Ja, een potje met oogballen. Potje met oogballen? Oh nee, dat zijn gewoon pruimen. Pruimen, ja, niet de pruimen. Maar wat een fles, hè? Kijk dan, daar helemaal vol. Daar vol. Het zou wat zijn, als we nu ergens de stroom uitzetten, kan hij zijn telefoon niet meer opladen. Ga echt kut zijn. Ja. Dit huis ben ik altijd niet meer maken. Hoe kan de natuur dit zo erg overnemen, hè? Ja. Oh, hier zijn we al geweest. Daar zijn we al geweest, ja. Oh ja, ook een winkelwagentje. Airbags, entree. Geen airbags, geen ingang, gevaar. Laatste. Ja. Hier heb je een schilderij, oh nee. Och, dat is urine. Ja, dat ruik ik ook, gadverdamme. Ah, en het komt daar vanaf, oh god. Oh, dit is de wc van hem die hij gebruikt. Kijk, hier zo, hij heeft een eigen wc boven die hij gebruikt. En die urine loopt hier naar beneden. Dank je. Net de douche. Ja. Tijd om weer naar buiten te gaan. Tijd om dit gebouw weer te verlaten en te kijken bij de andere gebouwen die er nog staan. Even zwaaien naar de dakloze meneer en we kunnen door. Maar welke gebouwen heb je hier nog meer? Kijken hoe we bij die huizen komen hier, want er zijn ook nog huizen. Dat is onwijdig. Ik heb geen idee hoe het loopt. Daar zit ook geen raam in. Daar heb je ook een gebouw waar geen ramen in zitten. Ik ben super benieuwd wat dit gebouw hier aan de zijkant is. En wat dit vroeger is geweest. Lijkt daar dood te lopen. Ja. Alarmsysteem. Ja, daar gaan we maar niet heen, denk ik. Nee. Hey, ik denk dat dat nog gebruikt wordt door iemand. Gebruikt wat heb je daar? Wat is er mee? Nieuwe verse bloemen. Hele nieuwe verf erop. Ja, dat is ook nog in gebruik. Hier een soort van oude gaard met appeltjes. Hier de appeltjes en de peertjes van hem. Oh, die hebben hier zo... Ja, zijn appels. Dat was zijn appelgaard. We lopen nu dus in de appelgaard van dit grote huis van deze advocaat. Laten we ook nog even om de hoek kijken bij deze huizen. Dit is mijn ziekje overgehangen. Hoeveel hangt dat hier van die touwtjes? Ah, daar is een camera. Maar hier is een deur open. Dat is een buiten wc.
een deur van prikkelbosjes naar prikkelbosjes. Ja, die stekels. Kijk dan, wat is het, de diepe put? Oké. Die kan nergens naartoe. Nee, dat loopt nergens naartoe. Nou, weer iets geprobeerd. Helaas gaat dit binnentuintje nergens naartoe. Dus besluiten we weer terug te lopen richting het pad. Poppetje gezien. Deurtje dicht. Zullen mensen hier echt naar boven klimmen? Boven klimmen? Oh, ja. Hier. Nou, ik niet. Ik ook niet. Maar nu zien. En ook hier weer van die sokjes. Ja, overal die sokjes. Hadden daar sokjes, daar zie je ons sokje hangen. Die mensen zijn dood. Ja. Dan heb je helemaal niks meer. Nee, dan zijn er nog wel een heel groot advocatenkantoor. Maar je bent zelf de pijp uit. Maar het is wel echt een dik advocatenhuis, echt niet normaal. Weet je wel, pas een dikke advocaat was. Nou? Een dikke advocaat. Mogelijk hebben we hier aan de zijkant een makkelijkere uitgang gevonden dan hoe we binnenkwamen. Al ziet deze uitgang er ook niet heel makkelijk uit en ben ik bang dat we nog meer hekken gaan tegenkomen. Nu zijn we er nog steeds niet uit. Hangen we over dat andere hekje nog. En over deze bomen. Alsof het soepel ging. Ik hoop dat jullie net als ons dit een super tof avontuur vonden. Laat in de reacties weten wat jullie van deze locatie vonden. Check een van de andere video's hiernaast. Mijn Insta is Mark Benik. Volg me zeker. En is dit de eerste keer dat je mijn gezicht ziet, kun je hier beneden abonneren. Check bij de volgende video. Later.